Deze zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Quint. Zoals je hoort, of juist niet hoort, is Quint doof en gaat hij naar Sensity. Dat is een feestje speciaal voor doven. Zoals altijd ga ik natuurlijk op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Quint en zijn vrienden gaan al jaren naar dit festival, waar een mix van lichten, aroma's, trillingen en alcohol je zintuigen volledig stimuleren. Op dit feest zijn de horenden voor de verandering eens in de minderheid en spreekt dus ook iedereen in hun moedertong gebarentaal. Ik ben op zoek naar Sensity. Dit is de ingang. Weet je wat wel bijzonder is? Is dat ik normaal gesproken bij een feestje een soort inschatting kan maken van hoe het gaat zijn. Qua sfeer, qua muziek, qua mensen. En bij dit is het voor het eerst dat ik geen flauw idee heb waar ik terecht ga komen. Is er muziek? Wordt er gedanst? Wie zijn deze dove, slechthorende mensen? En waar is Quint? Quint! Tolk! Dit is de eerste keer dat ik met een tolk iemand interview. Voor mij is dit helemaal nieuw. Jij bent hier niet alleen, neem ik aan. Nee, ik ben niet alleen. Mijn vrienden zijn daar. Wil je me meenemen naar je vrienden? Ik volg jou. Dit gaat super soepel. Quint heeft me uitgenodigd omdat dit het allermooiste feestje is volgens hem. Zijn jullie daarmee eens? Ja, het is anders georganiseerd. Het is eigenlijk, het wordt aangepast op dove mensen, het wordt toegankelijk. Omdat je ziet echt dat bijvoorbeeld vloekplaat heel erg trillend is. Het is meer bassen, het is meer aanpasselijk, maar ook meer met zintuigen mee te maken. Het is wel echt, oh, wij worden gezien, dat wij ook gewoon kunnen uitgaan, dat wij gewoon als normale mensen behandeld worden. Ja, zo verschillend, horend, doof. Ja. Iedereen mag hier ook gewoon zijn. Ja. En dus ook mensen die kunnen horen mogen naar binnen? Tuurlijk! Het is juist leuk, want nu kunnen juist horende mensen eigenlijk zien ook hoe de dovencultuur is, waardoor er meer mensen eigenlijk de doofcultuur leren kennen. Ja. Waarom is dit het allermooiste feestje, wilde ik leren, maar hoe zeg ik dat dan in gebarentaal? Ja. Score! Dit is vet of zo? Wat betekent dit? Applaus. We gaan naar de bar! Ja, het is tijd voor een verplichte versnapering. Sambuca! Ja. Weet jij daar geen woord van? Op het allermooiste feestje! Woo! Oh ja, dat was Sambuca. Nog eentje? Niet één, maar twee verplichte versnaperingen bij Quint. Wat hoor je nou van de muziek? Wat krijg je daarvan mee? Ik voel de bar. En het visuele. Er staat ook een trilvloer daar. Daar kunnen we wel even kijken, de trilvloer. Een trilvloer? Heel erg de bar. Let's go to the trilvloer! Je verwacht het niet. Maar hij trilt echt. Wij als dove mensen zijn eerder gevoeld op trillingen. Die zijn gewend om eerder het geluid op te vatten dan de trillingen. Maar in principe kunnen je dit ook gewoon aanvoelen. Alleen je moet het een beetje omschakelen. Snap jij dan wat ik zeg? Ik weet het echt niet. Dit is het allermooiste feestje, omdat iedereen die hier binnenkomt, die kan het meemaken en ervaren. Meer dan 50% van de mensen die hier binnen zijn, die ken ik. Dat is gewoon de dove gemeenschap, dat is een hele kleine gemeenschap. Iedereen die kent elkaar, je voelt de verbintenis, je voelt de verbinding. Ik voel de muziek, ik hoor de muziek en ik zie de muziek. Waarom eet jij marshmallow met chocola? Omdat
omdat dit past, hoort bij het liedje. Ze hebben voor elk liedje dus een ander... Ja, een andere eetsmaak. Echt, ja? Het kan op een shotje zijn met een smaakje, maar het kan dus ook iets om te eten zijn. Wat gebeurt hier dan, in die emmer? Ja, dan doen ze ook een geurtje in. En met de waaier doen ze dan de mensen in waaien. Oh. Oh, dit is een sensueel geurtje, kan ik je vertellen. Heb je nu niet zin om iemand gewoon op zijn bek te pakken? Tuurlijk, altijd! Dat is wel het mooie aan dit feest. Het is niet alleen muziek, het zijn niet alleen de trillingen. Het is eten, het is proeven, het is ruiken, het is voelen. Het zijn alle vijf je zintuigen. En misschien wel je zesde in één. Hey, vandaag best wel gezellig hier, moet ik zeggen. Ik sta er echt geen kut van, maar ja, dat sta je ook niet. Dus dat maakt niet uit. Je kent wel een gangmaker. Wie of wat is de gangmaker? Weet je wel. Echt 100%. Hi? Om te bepalen wie de gangmaker is, doen we een shotjeswedstrijd. Want Quint heeft dat zelf voorgesteld. En dus moet hij eraan gaan geloven. Ik zeg, laat je shotje maar komen. We gaan Sambuca shotten. Ze hebben alle drie shotjes. En degene die als eerste alle shotjes klaart, is officieel de gangmaker van dit feest. 3, 2, 1, go! Quint, dat betekent dat ik voor jou de enige echte gangmaker trofee heb. Wat is jullie lievelingswoord in gebarentaal? Rotterdam, dit is de Euromast. Nee! Rotterdamse Euromast en fuck you is één gebaar. Ja, eigenlijk hetzelfde gebaar, om het zo te noemen. Daar zijn de Rotterdammers niet blij mee. Dat maakt allemaal niet uit, joh. Dat maakt allemaal niet uit. I love you. Zij zegt Beffen. Dit is Beffen? Het is kut hoor. Ik heb een leuke voor jou. Oké. Slaap. Hey, ik denk dat het tijd is voor het hoogtepunt. Wat hebben we in gedachten? Hey, wie heeft dat bij zich dan? Ze zei discussie via Piet. Ja. Oké, we volgen haar. Nou, dit was een hele soepele conversatie waarin er binnen een paar seconden is bepaald dat we nu met haar meegaan om wiet uit een kluisje te halen. Om uiteindelijk te gaan blowen, want dat is blijkbaar het hoogtepunt van de avond. Nou ja, ik ben helemaal voor. Ik ben helemaal mee. Daar gaan we. Oké, het is tijd voor het hoogtepunt. En wat maakt dit dan even het hoogtepuntje van de avond voor jou? Maakt mij gewoon blij en ik kan er lekker van praten, een beetje open-minded word ik ervan, ik kan diepe gesprekken voeren. Ja. Diepe gesprekken voeren met dit gezelschap achter je. Helemaal niet verkeerd. Ik heb de hele avond die microfoon bij me gehouden, maar... Ik had hem net ook niet mee kunnen nemen. Het voelt nu een beetje raar, omdat er natuurlijk helemaal geen muziek is en er wordt niet echt gepraat. Maar ja, dat is natuurlijk nou eenmaal wat de doof community en de slechthorende community inhoudt. Ze spreken hun moedertaal en die is nou eenmaal erg handtastelijk. Ik heb er een beetje kennis van mogen maken. En I like it. Ik vind het leuk dat het feestje niet alleen je gehoor prikkelt op een bepaalde manier en je trillingen laat voelen die je nog nooit hebt gevoeld. Maar ook je zintuigen als je reuk en je smaak beïnvloedt. We sluiten de avond af met een jointje. Het hoogtepunt van de avond. Maar die doet zeker niet onder voor de gangmaker. Wat uiteindelijk Quint was die 3 shotjes Sambuca als een motherfucker in zijn mond gooide. En de verplichte versnapering. Is hij nou aan het plassen?
Anyway, de dove community en slechthorenden hebben heel veel te brengen. And I love it. Dit was denk ik het allermooiste feestje. Toch? Nee! Ah! Hey. Ben ze nou iets verstaan? Ik weet het niet.